Laura? Laura? Hi Jochem. Jij bent Laura? Ja. Gelukkig. Is het gelukt? Ja, ik denk ik laat de jas maar even zien en dan zie je mij vast wel staan. Ja. Hij is voor jou, dat weet je hè? Ja. Wij gaan samen op zoek naar het antwoord op jouw vraag. Ja. Ga je mee? Oh, sorry. Even, we zijn niet vergeten. Ze weten thuis helemaal nog niet wat jouw vraag is. Nee. Nee, vertel even, wat wil je precies weten? Nou, ik zit op ballet en ik wil weten waarom ik nog niet op spietsen mag dansen. Jij mag nog niet op spietsen. Wat zijn spietsen precies? Nou, dat zijn balletschoenen waarmee je op je teen kan lopen. Voor mij mag je wel, maar ja, daar heb je niks aan. Hè? Mag dus officieel mag je niet. Mm-hmm. Nou, wij gaan onderzoeken waarom Laura niet op spietsen mag dansen. Gaan we weer, ja? Ja. Zeg Laura, ja? Kan je mij niet iets leren? Iets een mooie balletsprong of zo? Ja. Nou, laat zien. Oh nee, dat kan ik ook wel. Zoiets? Dit is helemaal niks. Niks? Nee, je moet je benen strekken in de lucht. Benen strekken in de lucht? Ja. Oh, nee. Ik geloof dat ik toch meer verstand heb van voetbal en zo. Hey, mooi is het hier, hè? Ja. Ben je wel eens geweest in de Stopera? Nee. Nou, ik ook niet, om heel eerlijk te zijn. Maar het Nationale Ballet, hè, dat is HET ballet van Nederland. Dat is hier bijna dagelijks aan het repeteren. En als we geluk hebben, zijn ze dat nu ook. Bedankt allemaal. Ja? Een short break, please. Oké? Okay? Ik denk dat we het nu wel even kunnen gaan vragen. Ja. Oké, ik wil alleen Karin aan het werk hebben. Mevrouw? Ja? Een moment. Wie wil een klein beetje doorgenomen? Ja. Mevrouw, dit is Laura. Hallo. En zij heeft een vraag over de spitsen. Spitsen. Nee, wacht. Ik kan niet erg goed Hollands. Oh. Weet je wat? We vragen Karin en Fred. Ja? Ja? Oh, ze kan niet goed Nederlands. Hollandse danseres. Die leggen danser, het even uit. En die leggen het even uit. Oké? Okay? Ja, Karin, okay. Fred, kom maar. Ze spreekt niet zo goed Nederlands, dus... Hallo? Hallo? Dit is Laura en die wil wat weten over de spitsen. Vraag me. Nou, ik wil zo graag op spitsen dansen, maar ik heb gehoord dat het nog niet mag. Precies. Waarom niet? Waarom is dat nou? Ja. Voordat je op spitsen kan dansen, moet je wel je spieren zo ontwikkeld hebben, hè, voordat je ze aan kan doen. Dus ik weet niet hoe vaak jij les krijgt. Eén keer in de week. Eén keer in de week, ja. Misschien is te weinig, hè? Niet zoveel, hè? Als je elke dag les krijgt, dan ontwikkel je natuurlijk je spieren sneller, waardoor je dan wel eerder op spitsen mag. Kijk, als je elke dag traint, waardoor je spieren zich ontwikkelen, dan mag je dan wel je spitsen aandoen. Maar niet zomaar dat gaan doen, want het is wel best wel gevaarlijk. Dus echt iedere dag trainen? Iedere dag trainen, voordat die enkelbanden en je beenspieren alles zo ontwikkeld zijn, dat je dat kan doen. Je hebt een heleboel botjes in je voet, dus die moeten allemaal heel sterk zijn, dat je op die punt kan blijven staan. Precies, maar wat gebeurt er nou als je dan te vroeg begint of niet genoeg traint? Ja, dan kan je toch wel kijken, als je niet genoeg traint, dan kan je gauw door je enkel gaan, hè? En je enkelband verzwikken. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Doe het nou geen pijn als je op die spitsen staat? Nou, ja, in het begin wel. Je moet er gewoon aan wennen. Bij mij wel hoor, doet het wel pijn. Ja, dat zag ik even. Maar ja, ik heb wel een paar spitsen daar liggen, dank je. Kijk, hier heb ik er één, die is al opengesneden, zodat je kan zien hoe het van binnen eruit ziet. Oh, er zit geen blokje in? Nee, er zit geen blokje in. Oh, nee, dat dacht ik. En het is heel belangrijk dat je voet precies in die spits past. Hè? Ja. Maar ik heb hier ook een paar splinternieuwe schoenen. En als je wil,
Kan je ze even passen om te voelen? Ja. Wil je dat? Maar dat is toch niet gevaarlijk, hoop ik? Nee, nee, nee. Als je tussen Fred en mij staat, dan houden we je even vast. Zo, 1, 2. Hoppakee. Nou, hoe voelt dat? Raar. Ja, doet het pijn? Beetje. Beetje, nou, ga maar snel gewoon staan. Het is dus eigenlijk gewoon een kwestie. Ze moet hard trainen en dan kan ze straks op spitsen. Ik wil nog heel even vragen. We hebben net een stukje gezien, maar waar zijn jullie nu voor aan het repeteren? Voor de droom, Midsomers Nachtdroom. Ja. En zij danst Titania en zij wordt verliefd op de ezel. En daarom draag ik ook spitsen. Ik ben de ezel. Ja. Dat ziet eruit als hoefjes, hè, van echt paardenhoefjes. Ezel op spitsen. Ezel op spitsen, ja. Heel bijzonder.